De Risha Titan Core is een opvallende verschijning onder de motorhoodies. Door de combinatie van katoen en softshell heeft deze hoodie een sportieve uitstraling. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Risha Titan Core motorhoodie beschikbaar bij MKC Moto. De Risha Titan Core is door zijn opvallende uitstraling ideaal geschikt voor de stedelijke motorrijder. Titan Core beschikt over een waterafstotend softshell materiaal wat ervoor zorgt dat je in de zomerse buitjes eventueel dus wel droog kan overkomen. Dus verder is de jas wel speciaal gemaakt voor de zomer. Dit betekent dat echt als het wat kouder wordt of als het echt hard regent dat de jas het dan niet houdt. Dus houd hier rekening mee dat je het echt in de zomer heerlijk kan gaan dragen. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van deze hoodie, dan is te zien dat op de kritische delen, dus dat zijn de schouders en de ellebogen, dat de jas daar voorzien is van softshell. Nou, softshell heeft als eigenschap dat het slijtvast is, wat wil zeggen dat mocht je komen te vallen, dat de stof hier gewoon bij elkaar blijft. Als we verder gaan kijken naar de impactprotectoren, op de schouders en op de ellebogen, dan zitten hier aan de binnenkant D3O-protectoren. Nou, D3O heeft als eigenschap dat het heel soepel is, heel zacht, dus valt mooi over de schouders en de ellebogen heen. Maar mocht je komen te vallen, dan bieden deze wel de impactprotectie die je kunt verlangen van een motorjas. Als we dan verder doorrijden naar de achterkant van de jas, dan zit hier aan de binnenkant een level 1 gekeurde rugprotectie. Nou, deze zorgt er dus ook voor dat op de rug dat je jas gewoon goed beschermd is. Mocht hier behoefte aan zijn, dan kun je de jas ook upgraden met een level 2 rugprotectie. Heeft een nog hogere graad van impactprotectie. Dus hier kun je voor kiezen, mocht je dat willen. Wanneer we dan verder gaan kijken naar het comfort van de jas, dan valt gelijk al deze capuchon op aan de achterkant. Deze draagt bij aan echt de hoodie-uitstraling. Mocht je echt de snelweg op gaan of wil je hem eraf halen, dan kan dit. Hij zit vast met een ritssluiting. Rits je hem er makkelijk af en kun je hem gewoon los meenemen. Verder zien we hier ook aan de onderkant een elastische band zitten. Nou, deze zorgt ervoor dat doordat hij elastisch is, dat hij goed aansluit aan de onderkant. Dus dat hij niet omhoog kan gaan kruipen of dat hier wind onder kan gaan komen. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Als we dan weer helemaal terugdraaien naar de voorkant van de motorhoodie, dan zien we dat hij hier aan de onderkant bij de mouwen ook nog eens beschikt over die elastische sluiting. Deze zorgt er goed voor dat hij goed bij de polsen ook aansluit en dat je eventueel je handschoenen gemakkelijk over je jas heen kunt dragen. Nou, mocht je wat spulletjes willen meenemen, we zien hier aan beide kanten twee steekzakken zitten. Die worden afgesloten met een rits. Kun je gebruiken voor wat kleine spulletjes om mee te nemen. Houd er wel rekening mee dat deze ritsen niet waterdicht zijn. Deze zakken zijn niet waterdicht. Dus je waardevolle spulletjes die echt niet nat mogen worden, die kun je beter even ergens anders opbergen. Voor de rest prima zakken om wat spulletjes in mee te nemen. Wanneer we de jas gaan openmaken, dan zien we hier allereerst dat hij best wel hoog afsluit. Nou, dit zorgt ervoor dat het fijn is dat er geen wind hier in je nek kan komen. De binnenkant van de kraag is afgewerkt met een zacht materiaal. En dit zorgt ervoor dat het niet vervelend gaat zitten hier in je nek, dat die rits ook niet kan gaan irriteren. Als we dan verder de hoodie open doen en we kijken naar de binnenkant van de jas, dan zien we allereerst dat de hele binnenvoering is afgewerkt met een mesh materiaal. Dit zorgt ervoor dat, mocht het wat warmer zijn, dat de jas niet gaat plakken. Eventuele overtollige warmte makkelijk kan worden afgevoerd naar buiten toe, zodat je ook gewoon, als het wat warmer is, comfortabel in de jas blijft. Ten slotte zit hier ook nog een binnenzak hier aan de binnenkant. Nou, ook deze niet waterdicht, maar kun je dus wel gebruiken om je spulletjes in mee te nemen. Oscar hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van deze jas een maat medium. Nou, zoals jullie kunnen zien sluit hij gewoon overal goed aan. Dus dit is zeker de goede maat die bij Oscar past. Houd er altijd bij een hoodie rekening mee dat hij gewoon in één keer goed zit. Hij gaat niet meer ruimer zitten. Dus bij het passen, in één keer goed, dan is hij perfect. Wil je nu weten wat de ideale maat is voor jou? Blijf dan even hangen. Wil je nu het product komen proberen of bekijken? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of online op onze webshop. Vond je deze video nuttig? Laat het dan ons even weten met een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer wij een video online zetten? Dan kun je dat doen door op het belicoontje te klikken. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij MKC Motor doen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of volg ons op Facebook of Instagram. Ik ben Marjolein van MKC Moto. Bedankt voor het kijken.